Jan van Mersbergen stapt in 2007 station Venlo uit om samen met Amsterdamse vrienden in de binnenstad Vastelovend te vieren. Hij raakt verknocht aan het feest en komt jaarlijks terug. In 2011 verschijnt zelfs een roman Naar de overkant van de nacht van hem over een Vastelovensvierder uit Amsterdam, verkleed als veerman, die na een wilde nacht van de Vastelovend carnavalisten, maar ook zichzelf naar de overkant van de nacht brengt. Nu, 11 jaar later, is er zijn tweede boek. Carnaval, een levensverhaal. Maar liefst 480 pagina's. Dus ik wil in dat boek wel echt laten zien wat ik beleef tijdens. Ja, wat andere mensen ook beleven. Ja. Dus en ik kan me ook goed voorstellen dat mensen zeggen, het is wel veel. Vastelovend, het is Venlo's groen. Van Mersbergen verzamelde voor zijn boek levensverhalen van mensen door eenvoudig te vragen, wat betekent de carnaval voor jou? Maar die verhalen zijn wel heel belangrijk. En voor mij is dat is veel waardevoller dan de clichés die er van de carnaval zijn. En waarom zijn die verhalen zo belangrijk? Omdat dat het verband is. Dat is de cement die er. Daarom staan mensen hier. Als je geen, ik denk dat je ook heel moeilijk in je eentje carnaval kan gaan vieren. Er zijn wel mensen die het doen, maar die gaan dan in een eentje zonder hun thuis erbij of zonder hun familie erbij. Maar wat je toch doet is de hele tijd juist weer mensen opzoeken. Het nieuwe carnavalsboek van Van Mersbergen kan ook gezien worden als een uitnodiging aan anderen om mee te komen vieren. Een oproep die niet iedere Limburgse Vastelovensvierder zal omarmen. De schrijver ziet dat meer als angst voor het vreemde, terwijl we in zijn ogen juist vaker trots mogen zijn op het Vastelovensfeest. Ik hoop het ook wel dat het niet defensief is, maar dat het aanvallend is, dit boek. Ah, oké. Ik hoop toch echt dat carnaval. Ik moet nu voor 11, van 11 heb ik vrij moeten vragen voor mijn zoontje van 6 voor school in Amsterdam. Nou, als het een nationaal feest is, dan hoeft dat niet meer. Als die gewoon die vakanties gelijk lopen. Mm-hmm. En ik zou dat graag zien. Het hoeft niet overal in Nederland gevierd te worden. En de Randstad hoeft ook niet allemaal hier die parade op. Maar dat er een soort waardering voor is dat zo'n school in Amsterdam begrijpt waarom ik dat ga doen. Dat zou ik wel heel fijn vinden, ja.